Tegenwoordig hebben we allemaal, hoe moet je dat zeggen, arbeidsovereenkomsten. Je hebt cao's voor de zeeman. In de periode waar wij over zingen was dat niet zo. De eerste cao voor de zeeman is in 1840 uitgevaardigd. En dat was de Merchant Shipping Act uit Engeland. En in die Merchant Shipping Act was één recht van de zeeman, dat als hij 10 dagen op zee was, dat hij limoensap te drinken kreeg. Ze waren er namelijk achter gekomen dat mensen die limoensap drinken, dat die geen scheurbuik kregen. En geen scheurbuik betekent natuurlijk overleven. Dat is logisch. Tot op de dag van vandaag hebben ze de mensen die dat uitgevonden hebben, noemen ze de Limies. Dat zijn de Engelsen. We hebben een traditionele shanty daarover en die is getiteld de Lime Juice Ship. En jullie zullen zien hoe hard wij aan boord van die schepen moesten werken. De Lime Juice Ship. Gewoon naar huis gaan. Gewoon naar huis gaan. Sta je hier op de Oude Haven, het Shanty Festival, wat ondergewaardeerd wordt door de gemeente. Gaan jullie een beetje hier de boel voor lul zetten? De eerste, de beste allochtone vrouw die ik hier uithaal, die doet het beter als jullie met z'n allen. Wedden? 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 Ik pak er een. Mevrouw, wilt u mij even helpen? En jij maar zegt dat ik een slechte smaak heb. Is één genoeg? Eén genoeg? Ik voel hem even smaak te pakken.
gewoon. Of de mensen hebben jeukpoeier of ze hebben er zin in. Ga even allemaal lekker staan. Even lekker meerukken. Hoppa! Kom op. Loek, jij moet blijven zitten.